Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe mama-update van mij, van Karine van Blondie Beauty Fashion. Mocht je me nog niet kennen, abonneer je dan vooral als je deze video's leuk vindt voor meer video's. En ik heb ook elke week een vlog, mocht je dat ook leuk vinden, dan zie je mij en mijn gezinnetje alle weekenden van het jaar. Oké, goed, een mama-update. Eden is nu ruim 6 maanden oud, 6 maanden en een week. Dus het is weer tijd voor een update. Ik doe deze updates ongeveer elke 2 weken, maar ik moet zeggen dat ik denk dat de frequentie nu wat lager zal worden. Dus dat ik iets minder vaak ga updaten. Want het is niet dat er dagelijks mega veel verandert. Zoals in die eerste maanden. Maar goed, het is natuurlijk altijd wel leuk om te doen. Ik kijk mijn eigen updates van Niels trouwens ook terug. Dat is wel grappig. Ik zal er straks ook nog wel iets over zeggen. Maar van Niels, mijn zoontje, inmiddels 3, heb ik dit ook bij gedaan. Mocht je dat leuk vinden, kijk dan vooral ook eventjes. Ik zal hieronder wel even, of hierboven wel eventjes een kaartje maken. Ik heb een kop thee erbij, want ik heb echt mega dorst. Dus we gaan gewoon beginnen. Allereerst hoe het met Elin gaat. Met Elin gaat het goed. Ze ontwikkelt zich gewoon heel goed. Ik moet zeggen dat de grote sprongen, zeg maar de mega grote sprongen in de ontwikkeling, die zijn nu niet heel hele spectaculaire dingen. Ik bedoel, ze kan niet ineens kruipen of lopen of dat soort dingen. Maar ja, ze is gewoon heel lekker bezig. We zijn van de week weer naar het consultatiebureau geweest en alles was goed. En het mooie nieuws is ook dat we nu niet meer onder controle van de arts staan, maar gewoon weer de verpleegkundige. Dus ze valt weer gewoon binnen de normen. Voor wie mijn eerdere video's niet keek, ze huilde de eerste 3 maanden enorm. En vervolgens werd ze blij en ging ze afvallen. Was een beetje zorg. Nu gaat het allemaal goed. Ze is nog steeds lang en dun. Ze weegt nu 7,4 kilo en ze is 70 centimeter lang. En ter vergelijking keek ik dus Niels. En daar, die was met de 6 maanden controle 68 centimeter, 2 centimeter korter. Maar wel 8,5 kilo, dus een kilo zwaarder. Zo grappig. Terwijl Elin zwaarder was bij geboorte. Een paar gram, maar toch, ze was zwaarder bij geboorte. Ja, dus het is wel grappig om te zien. Maar eigenlijk doet ze het gewoon heel goed. Ze rolt om. Ze probeert ook echt, want ze gaat ook steeds maar dingen wat verder weg gooien. En dan probeert ze te pakken, wat echt nooit gaat lukken, maar wel echt heel schattig is. En ja, ze is gewoon echt wel druk bezig met de wereld te ontdekken. Ze vindt dit ding ook heel leuk. Dit heeft ze van ons gekregen voor haar halve verjaardag. En dit is een activity board, maar dit is een redelijk rustige. Er zit hier bijvoorbeeld een beer en daar kan je op drukken. Nu gebeurt er niks, maar als ik hem aanzet, dan gaat hij een geluidje maken en een lampje geven. Maar dat is eigenlijk het grootste, het wildste, zeg maar. De rest is gewoon een beetje, nou ja, dit soort dingetjes. Zonnetje op en onder. En, maar goed, ze vindt dit wel heel erg fascinerend. En ik heb bewust voor haar een wat rustige variant gedaan. Omdat zij best wel veel prikkels tot zich neemt. Dus vandaar dat we kozen voor een beetje een rustige. Niels kreeg met 6 maanden een loopwagentje. Dat loopwagentje hebben we nog en dat hebben we nu ook neergezet. Ik bedoel, ze gaat voorlopig nog niet lopen. Maar ze vindt het wel interessant om te zitten en daarnaar te kijken. Zelfstandig zitten kan ze nog niet heel goed, maar ze gaat ook niet. Ze heeft wel heel veel kracht in de rug. Dus wat zij doet, als je haar bijvoorbeeld in het wippertje zet, dan gaat ze niet gewoon liggen, maar dan gaat ze zeg maar rechtop zitten. Alleen, ze is nog heel erg zo, zeg maar. Dus het is als je haar gewoon zo op de grond zou neerzetten, dan gaat het gewoon zo. Of helemaal naar voren. Helemaal naar voren blijft ze vrij lang, zeg maar, zitten. Maar ja, nee, daar is ze gewoon nog een beetje bezig. Dus ook achter dat loopbaagje, ze zit daar dan als een soort professor achter. Maar je moet er dan wel vasthouden. Dus zo'n woezel en pip ding met allemaal flapjes. Gewoon van hout, dus ook geen lampjes. Want we proberen haar dus wat dat betreft redelijk mellow te houden in de prikkels. Gewoon omdat zij nogal van zichzelf al heel erg prikkels ontwikkelt, zeg maar. Dus zeg maar, sommige kindjes hebben het misschien juist als stimulans nodig. Maar zij heeft juist... ze is zelf al heel erg een stimulans, dus ze moet juist een beetje in de toon gehouden worden. We zitten nog op 5 flessen, zeg ik dat goed. Om 8 uur, om 12 uur, om 3:30, om 7 en om 11. Ja, we zitten nog op 5 flessen. In principe moet je al naar minder zijn gegaan. Maar omdat ze nog steeds
licht is voor de lengte, is het voor haar geen probleem. Maar we proberen het wel af te bouwen. Dus ik doe nu vaak de 4 uur fles of ik doe er minder in of ik doe hem gewoon weg. Voor de 12 uur fles geven we eerst brood. Zodat ze dan daarna zeg maar de fles neemt. In plaats van eerst de fles en dan brood natuurlijk. Want voorheen moest je het andersom doen. Als je me nog volgt. Heb ik met Constance over gehad. Maar ze zei, joh, het is helemaal prima. Je zou natuurlijk ook, heel veel mensen hebben nog steeds 4 flessen overdag. Maar hebben geen 5e fles meer om 11 uur. Wij geven die 11 uur fles nog steeds. Omdat dat eigenlijk haar rustigste drinkmoment is. Net als de ochtendfles. Dan is ze gewoon heel ontspannen. En dan drinkt ze gewoon in één ruk zo'n fles leeg. We doen er ook 2 schepjes van die fijne granen bij. Dus dan wordt het meer een soort papje. Maar als we dat niet doen. We hebben het nooit geprobeerd. Maar we hebben wel. Op een gegeven moment hadden we. Dat we om 11 uur de fles gaven. Dat ze om een uur of 3, 4 s'nachts begon te zingen. 1,5 uur lang. En eigenlijk pas op het dat ze daar een fles in stopte. Nou, voorheen hebben we nooit nachtvoeding. We hebben echt denk ik 1 of 2 weken nachtvoeding gehad. Dus we hebben nooit nachtvoeding. Dus we dachten, wat gebeurt hier? Dit gaan we dus niet doen. Dus toen hebben we de fles opgeleukt met een beetje fijne granen. En sindsdien, of toen was het nog ijs te doen. Maar sindsdien zingt ze niet meer s'nachts. Dus wij zeggen prima. En ik vind die 11 uur fles ook niet zo erg. Maar die zou natuurlijk op een gegeven moment een beetje moeten gaan skippen. Maar het is altijd zo'n, wanneer ga je die overstap wagen? Weet je? Hoe ga je dat dan doen in het weekend? Wil je dan eindelijk even... een beetje ontspannen kan opstaan. Of ga je dat dan wel? Nou, dus we zijn daar een beetje aan het kijken. Maar het is eigenlijk. En jullie hebben vorige keer ook jullie schema's laten zien. En ja, eigenlijk heeft niemand meer die 11 uur fles. Dus die moet er eigenlijk wel uit. Maar goed, dat komt. Niet nu. Dat wel over een week of 2 weken. Zo gaan we dat gewoon rustig doen. Eten doet ze op zich goed. Ze snapt het steeds beter, laat ik het zo zeggen. Ze vindt eten over het algemeen niet vies. Ja, laatst hadden we iets met was een beetje een vegetarische pasta, maar het was niet helemaal glad gemaakt. Toen dacht ze echt, wat stop je in mijn mond? Ik vind het niet echt oké. Ik spuug het gewoon weer uit, want sorry, er zit veel te veel structuur in als je het mij vraagt. Dus dat wilde ze niet. Terwijl ze brood vindt ze juist lekker om dat in haar vuistje en dan echt een beetje aan te sabbelen en te knagen. Fruit vindt ze prima, groenten vindt ze prima. Ze vindt pastinaak het allerlekkerst, geloof ik. Dat is wel haar lievelingshapje, denk ik. En ook de mixjes, zeg maar. Dus als we, weet ik veel, gewoon een ovariekpotje met het weet ik veel wat doen. En een super fijn gemalen vindt ze het ook goed. Maar ja, structuren is nog een beetje zoeken. Maar goed, ze eet het allemaal met een vriendelijk gezicht. Behalve dus dat soort dingen. Dus eigenlijk gaat ze gewoon wel lekker in haar ontwikkeling. Er zijn ook niet dat je denkt, wow, wat heeft ze nu weer ontdekt? Ja, ze ontdekt van alles, maar ja, wat ik zei, het zijn niet de grote sprongen. Ze ligt wel steeds langer op de buik. Ze kan echt flink lang gewoon rustig op de buik met iets zitten spelen. En wat ik zei, dan gaat ze dus steeds verder weg en dan gaat ze er proberen heen te komen. Wat resulteert in gewoon 360 graden rondjes draaien. En niet verder dichterbij de object of her affection te komen. Maar wel heel leuk om te zien. En ja, ze is gewoon echt nog steeds, zeg maar, niet meer de eerste 3 maanden, maar daarna altijd vrolijk. Ze is echt, ze huilt heel af en toe, ze is ook echt een beer. Ik bedoel, ze is niet snel, ze had laatst echt behoorlijk pijnlijke billen. En nou ja, echt dat je zeg maar al kijkt, zeg maar, dat je al denkt, oeh. Maar dan doet ze even zo, als je er een crème op doet, heeft ze echt wel de pijn zo. Maar dan is het ook weer klaar. En dan is het gewoon weer lachen. En ook ja, als ik er 's ochtends uit bed haal. Ze ligt er altijd gewoon over het algemeen gewoon rustig te spelen. Totdat ik haar uit bed haal. Ze gaat wel altijd huilen bij het in bed doen. Want ze vindt in bed gaan gewoon niet zo leuk. Maar dat is ook een korte strijd. En dan is het klaar. Ze is overal gewoon een heel vrolijk meisje. Dan met mij. Vorige keer vertelde ik dat ik naar de chirurg was geweest. Voor mijn rectusdiastase. Die geopereerd moet worden omdat ik pijn heb. Ik ben inmiddels bij de chirurg geweest, dus ik dacht het is ook wel goed om daar een update van te geven. Dan neem ik wel weer even een slokje voor. In principe is dit een operatie door de plaschirurg wordt uitgevoerd. Als de chirurg het doet, dan gaat het gewoon via een snee van boven naar beneden. Openmaken, aan elkaar naaien, dichtmaken, klaar. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Ik bedoel, ik ben jong, ik wil niet de rest van mijn leven met een verticale snee over mijn buik lopen als het niet nodig is. Dus, maar goed,
die chirurg die zei gewoon, nou, ik verwijs mensen met dit soort klachten door naar de plaschirurg. Plaschirurg, daar ben ik dus nu geweest. Hele fijne man, die heeft alles uitgelegd, voor foto's gemaakt. Super sexy. En nou ja, goed, die was er inderdaad mee eens. Hij zei, ik deed mijn shirt omhoog en die zei meteen, oh ja, hier zie je het al. Bedankt. Wat hij gelukkig wel zei, is dat ik geen vet heb om weg te halen. Dus dat het wat ze normaal doen. Kleine disclaimer, ik ga nu vertellen over de chirurg. Dat als je heel erg visueel ingesteld bent, dan kan het zijn dat je denkt van moe. Dus mocht je niet willen weten, zet dan vooral even door. Maar ja, in principe, het is niet heel ranzig. Ik laat niks zien, maar ik vertel er wel over. Dus dan weet je het even. Dus een buitenkantcorrectie waarbij ze van buitenkant heup tot buitenkant heup een snee maken. De boel naar beneden trekken en weer dichtmaken. En bij een buikband plus plus, zeg maar, zoals ik dan zou moeten krijgen, gaan ze dan, hij zegt nog die buikspieren aan elkaar. Maar hij zei, ja, bij jou kan de snee denk ik kleiner, want ik heb geen vel om bij jou naar beneden te trekken, want je hebt niks, zeg maar. Dus dat is fijn. Dus het litteken kan waarschijnlijk kleiner. Hij kan het pas echt goed beoordelen tijdens de operatie, omdat hij helemaal naar de bovenste helft, zeg maar. Nou ja, als dit je buikspieren zijn, dan zit zeg maar hier ergens je navel en hier zeg maar je borsten. En bij mij staat vooral dit stuk, zeg maar, staat helemaal uit elkaar. Dus hij moet helemaal naar boven toe. Dus hij zei, ja, daar moet ik dan wel zeg maar bij kunnen door de kleinere snee. Nou ja, hij gaat dan via die snee naar binnen en dan naait de buikspieren aan elkaar. Dus het is eigenlijk een heftige operatie dan een gewone buikwandcorrectie. Want ze corrigeren niet mijn buikwand, maar mijn spieren. Maar deze man vertelde mij een stuk rooskleuriger verhaal als het gaat om het herstel. Hij had het over de eerste 1 à 2 weken kan je gewoon niks. Ja, je kan jezelf verzorgen, maar niet je kinderen. En daarna kan je het langzaam gaan opbouwen. En na een half jaar mag ik weer sporten. Maar zeg maar na 3 maanden mag je echt wel wat dingen doen. En hij zegt, de meeste mensen gaan na een week of 4 tot 6 gewoon weer aan het werk. Dus dat vond ik echt al een heel ander verhaal dan wat ik eerder hoorde. Het is natuurlijk nog steeds een hele heftige ingreep. Het is een operatie van ongeveer 2 uur. Je moet een nacht in het ziekenhuis blijven. Het is onder volledige narcose. Ik bedoel, het is gewoon best wel een ingreep. De anesthesist zei ook, je hebt daarna gewoon echt pijn bij alles. Want ja, je buik gebruik je voor alles. Met ademen, met lachen, met gewoon alles. Gewoon staan, zitten, liggen. Alles gebruik je buik voor. Dus je hebt gewoon pijn. Nou, oké. Fijn. En ik was nog heel erg van, ik heb met mijn eerste zwangerschap had ik een totaalruptuur. Dus ik heb al een keer een operatie gehad onder narcose. En nou, dat ging eigenlijk best wel prima. En toen zei die anesthesist ook, nou, het is een beetje niet te vergelijken. Als je, zeg maar, tijdens de bevalling kan je eigenlijk alles hebben als vrouw. Tenminste, hè? Je kan die wereld een stuk beter aan, want je hebt namelijk iets heel euforisch om naar uit te kijken. En er zit heel veel adrenaline in je lichaam en heel veel endorfine, waardoor je gewoon het leven lacht je toe. Tussen aanhalingstekens, de bevalling is natuurlijk de hel, maar hij zegt, het is een beetje te vergelijken met als je je arm hebt gebroken en je wint een loterij, dan voel je dat niet. Heb je arm gebroken, maar je relatie is net uit, heb je heel veel pijn. Dus het is een beetje, nou, hij zei dus vergelijk het niet met, zeg maar, na de bevalling operatie, want het is echt anders. Oké. Dus dat is een beetje de situatie. Maar dat gaat dus wel gebeuren. Er is een vrij lange wachtlijst. En daarbij wil ik het op een moment doen dat ik qua opvang natuurlijk makkelijk kan regelen met de kids. En dat het ook voor mijn werk een beetje oké is. Dus dat zal waarschijnlijk ergens rond de zomer zijn, hoop ik. En dan moet ik dat gaan doen. Wat ik heel spannend vind en waar ik echt, ja, niet heel blij van wordt dat dit moet gebeuren. En dan zegt Sven, ja, maar je wordt wel heel blij als het straks gedaan is en je geen pijn meer hebt en je gewoon weer kan sporten. En gewoon weer alles kan doen wat je wil. En dat je ook niet meer zo'n gek buikje hebt. En dat is ook allemaal zo, maar het is wel gewoon een operatie en een litteken. En ik word gewoon niet heel blij van de gedachte. Maar ik wil het echt doen, want ja, ik ga niet, ik bedoel, ik ben 34, ik ga niet de rest van mijn leven met pijn rondlopen. En dat lijkt me ook, hè, als er een oplossing is. Hij zei, de kans dat het zo'n 80-90% van de gevallen is het daarmee klaar. Dus dan ben je daarna pijnvrij. Nou, dat vind ik heel fijn. Ik dacht, waarom niet 100? Maar nou ja, goed, dat is nou helemaal zo. Maar hij zei wel, maar in alle andere gevallen, je kan in ieder geval veel meer je spier gaan trainen. Dus zeg maar je corset, zeg maar, wat mij staande houdt en waardoor dus nu de pijn er is. Omdat ik dat corset niet voldoende stevig kan maken.
aan de voorkant, wel aan de zijkanten, zei van waarschijnlijk, dat helpt ook al de wereld. Dus de kans dat ik er vanaf kom is super groot. Dus ja, het is het proberen waard. Nou goed, dat voor wat betreft mij. En dat is het ook weer voor deze update. Maar ja, ik ben dus heel benieuwd. Heb je ervaring met een buikwandcorrectie? Ja, plus plus, zoals de arts het even beschreef. Maar in ieder geval een reparatie van de rectusdiastase. Laat me weten. Ik heb dus wel echt iets anders dan gewoon een basisbuikwandcorrectie. Omdat ik gewoon, ja, ze gaan niet dat vel naar beneden trekken. Dus daar kan je het niet mee vragen. Oh ja, en ze moeten dus mijn navelbreuk dan ook herstellen. Dus ja, dat gebeurt ook allemaal tijdens het hele gebeuren. Wat fijn is, dan hoef ik daar niet opnieuw voor. Maar ja, heb je ervaring? Laat me weten, want ik ben echt heel benieuwd. Want ik heb geen idee wat me te wachten staat. Ik had wel wat tips gekregen via. En nou ja, daar heb ik, dat weet je, over het herstel. En dat je er vooral niet op moet verkijken. Nou goed, dat doe ik niet. Rust nemen is niet mijn sterkste punt. Maar ik moet mezelf hier gewoon echt moet rust pakken. Dus dat ga ik ook doen. Mogen jullie me in de gaten houden. Ja, ik ga jullie meenemen in dit proces. Ik weet het niet. Maar ja, ik ben heel benieuwd. En heel blij dat het gewoon goed gaat met Elin. Dat ze ja, vrolijk is. En lekker groeit. En lekker speelt. En ja. Oh, en laatste ontwikkeling van Elin. Ze drinkt eindelijk de flessen leeg met kinddagfluif. Dat heeft ook echt maanden geduurd. Maar nu heeft ze het 3 keer gedaan. Dus ik ben daar heel blij mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met de ontwikkeling van jouw kindje gaat. Laat het vooral weten. En mocht je inderdaad ervaring hebben met buikwandcorrectie of iemand kennen. En je weet daar iets van. Let me know. Ik ben heel benieuwd. En super thanks weer voor het kijken. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. Dankjewel. Doeg.